voorop zit het logo. Zo rij je gewoon eens. Wat is dit allemaal, joh? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Wat is dit? Ik ga niks aanraken, hoor. Maar wat doet dit? Als je... En dat komt er een portretboom hier gegooid is. Wat nou als je een loop aan het koopt? Dat gaat serieus snel, man. Er is vannacht iets gebeurd wat ik nog nooit gehoord heb van mijn vrienden of familie. Mart beweert dat ik helemaal lijf werd in mijn slaap. Mart, hoe ging het nou? Ik wil dit op beeld. Dit heb ik nog nooit gehoord. Demonstratie. Ik ben altijd een fijne kerel om naast te slapen. Blijkbaar dit keer totaal niet. Demonstratie. Mart lag hier, Don lag daar. Kijk, ik schrik al best snel. Dat is waar. Maar wat er vannacht is meegemaakt, ik moest echt bijkomen. Ik voelde mijn hartslag in mijn tenen. Ik heb gewoon een half uur wakker gelegen, zo hoog was mijn hartslag. Don die ligt, hij ligt er net alsof hij opgebaard ligt. Zo heb je ook heel lang gelegen. Ja, zo. Ja. Met mijn handen in elkaar. Ja, weet ik niet. Ja, maar ik lig naast jou. Ik moet gewoon een beetje... tactisch liggen, want je duimen zijn het best uit. Dus ik lag lekker te slapen zo. En ik hoor ineens... En Don gaat zo op de bedrand zitten. Dus ik zeg, gast, what the fuck? Ja, iets pakt mijn voet. Ik zeg, hoe bedoel je? Ja, weet ik, vol spinnen of zo. Ik zeg, maat... ik zei ook nog, als die spinnen mij pakken, word ik echt gek, hè? Ja, hoezo? Ik zeg, nou, gewoon, ik ben bang voor spinnen. Nee. Ja, echt. Snurk ik? Ja, of te zwaar ademen. Ja, jij doet het snurken. En ik lacht er echt. What the fuck is hier gebeurd? Ja, ik heb dit nog nooit gehoord en ik weet hier dus niks van. Ik heb blijkbaar dit gedaan. Ik weet hier maar helemaal niks van. Hoe kan dat? Keihard, hè? Die... Ik ben normaal een schijndoodslaper, maar ja. Alsof je echt aangevallen bent. Ja, dat werkt dus. Iets pakt je voet eerder. Weet je, we kunnen het maar op één manier vieren en dat is met een knalvuif. Nou, we hebben elkaar wakker gehouden. Mart die begon ineens over kaas. En ik zeg, wat ga je eten? Ja, wat zeg jij? Ja, ik ga het maar gelijk op. En hij is vol kaas gewoon in zijn slaap. En snurken. En... Zelfs als ik slaap, denk ik aan eten. Nou, die hebben we elkaar wakker gehouden. Ik span wel de kroon dan. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, wat raar, gast. Ja, sorry dat ik je zo wakker heb gemaakt. Ik kan er niks aan doen. Dit is de ergste keer in mijn leven dat ik ooit ben geschrokken. Omdat je sliep waarschijnlijk. Ik schrok, ja, maar... Ook dat je dan zou, ik ging helemaal nadenken. Iets pakte zijn voet. What the fuck, maat? Ja, ik heb waarschijnlijk gewoon een fucking vage droom gehad. Nee, maar ik dacht dat jij wakker was. Dus ik denk, maat, er loopt hier echt een of andere tarantula vogelspin. Laat het daar maar. Tarantula! We hebben gewoon een zware nacht gehad. A night with battles. But it's not over yet. Nee, joh, dit was... ik heb echt wel lekker geslapen. We hebben niet lang geslapen, maar echt lekker hoor. Ik voel me helemaal best. Oh, ben je erbij komen hoor. Ja. Ik hoor normaal altijd dat ik een fijne kerel ben om naast te slapen. Je hoort me niet, ik ben schijndood. Heel soms als we een hele bizarre dag hebben gehad, kan ik wel eens praten in mijn slaap of zo. Dit soort shit. Nee, dit is nieuw. Ik heb een gele verhaal geluld. Je bleef ook lullen dat ik je moest wakker maken. Als je één woord zou zeggen, zou ik me niet boeien. Maar het was echt... In mijn slaap? Ja. De camera... Dus ik zelfs in mijn droom ben ik aan het vloggen. Dit hebben Okke en Jorg sowieso gehoord. Nee, echt? Kan niet anders. What the fuck? Nou echt, sorry man. Ja, nee, is goed. Dit is gewoon deze sorry komt vanuit mijn onderbewustzijn. Omdat daar komt waarschijnlijk ook die droom die zegt, nou, what the fuck, G? De volgende keer opneem ik je gewoon je zuurstof als je dit doet. Ik kan ook gewoon nog een paar dagen wachten. Heb ik dit ook de hele nacht gedaan, of niet? Nee. Jij wel. Ja! Oké, jongens, laatste conclusie. Wat wel kan, is dat zit serieus echt vol met spinnen. Dat het gewoon gebeurd is, maar dat ik het gewoon niet meer weet. Dat heb ik wel vaker gehoord. Dat er iets gebeurt, maar dat ik gewoon weer gelijk ga pitten en dat ik het niet meer weet. Dus dat er misschien echt een spin op mijn voet zat of zo. Want er zitten knoeperts hoor. Het is september, spider season. Kun je zoiets niet meer weten? Hoe werkt dat gewoon wetenschappelijk gezien? Het bewustzijn was echt gewoon in een andere dimensie, zo die was waarschijnlijk aan het slapen. Mowgli? Wat zit jij te doen bij mijn tas? Wat ga je doen? Oh. Kijk, ja. Mowgli. Weet het gelijk, hè? Kijk, sis. Prachtige beest. Ja, jij komt. Jij wil eten, hè? In die kast ligt eten. We hebben echt fantastisch weer wat we vandaag gaan doen, hè? Zo. Iets pak je voet! Godverdomme. Tyfus. Holy fuck. Oh, ik ga mijn koffer wel zetten, zwartbakkie, en dan gaan we. En voor dit schrikken voel ik me niet schuldig. Oh.
Oh, lang koffie, man. Long time no see. Oh, wat vond ik koffie toch altijd zo niet te zuipen toen ik kind was. En nu vind ik het geweldig. Kijk eens, Martin, van de schrik bij te komen van een heftige nacht, jongen. Heb ik voor jou. Als u. Dank je wel. Good morning, man. Good morning. Jor, ik heb een vraag. Ja. Heb je mij horen schreeuwen vannacht? Nee. Hoe laat dan? Matje overdrijft, joh. Dat is echt niet waar. Nee, kijk naar zijn hoofd. Dat zegt toch genoeg. Toen heeft hij jou niet gehoord. Ja, die jongen die heeft niet eens geleefd vannacht. Die heeft... Ja. Ook een vraagje. Heb jij mij horen schreeuwen vannacht? Niet dat ik weet. Jij hebt ook niks gehoord, zeker. Hoezo dan? Ja, ik heb blijkbaar Mart wakker geschreeuwd. Lekker. Hebben jullie lekker geslapen? Ja, man. Oh, het was echt fucking slecht. Ja, jongens. We gaan met de Lambo. Gaan we naar Martse buurt een keer. En dan gaan we niet met de Lambo een normale Lambo meeten. Wat we natuurlijk heel vaak gedaan hebben. Maar eentje die we nog nooit gemiet hebben. Een Lamborghini tractor. En daar is het natuurlijk ook allemaal mee begonnen voor Lamborghini. Met trekkers, tractoren. Wat zeggen jullie, Mart? Bij jullie, trekker of tractoren? Ja, trekker. Jij hebt jaren op de boerderij gewerkt? Ik heb op de boerderij gewerkt. Trekker. Dan houden we het voor vandaag op trekker. Ja, we vragen het straks aan hun. Wat die naam past ook goed bij jou. Ben jij toevallig geen... Trekker. Ja, dat heb ik niet nodig, toch. Jurgen Okke gaat naar huis. Die zien we misschien nog vanmiddag, want het wordt vandaag 31 graden. Wij gaan dan eerst even naar IJsselstein. Klinkt eigenlijk Duits, maar dat is het niet. IJsselstein. Een Lamborghini tractoren, jongens. Daar is het mee begonnen voor meneer Lamborghini. Maar die worden ook tot op vandaag de dag nog steeds gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd welk model die heeft. Ik ben helemaal een leek in trekkers eigenlijk. Ik weet er veel te weinig van. Dus ik ben gewoon ontzettend benieuwd eigenlijk. Ja, wordt leuk. Het is ook een soort luxe boerderij of zo. Dus we gaan het wel zien. Hey. Zo! Hey. Het is weer een mooie dag op deze aardbodem. De Baxleya, de Hodeleya, motherfucker, say a prayer. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Waarvoor? Hey, dat was de eerste rem, nu komt de tweede. We staan in de file, jongens. Dus wat kunnen we dan beter doen? Een beetje rev in het tunneltje. Yo, 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 yo. Ik heb ook echt de nummer afgelegd. Ik heb ook gewoon de laatste tijd echt gewoon een paar nummers zien draaien. Helemaal grijs, joh. Geweldig. God made me punky. God made me funky. Hey. Dan hebben we ook Angie Baas. En dan hebben we, even kijken, Charles ons daarvoor. Venezia Sinti. Dan hebben we nog meer. Gewoon een paar. En dan dat duurt dan even. En dan in één keer luister je niet meer. En dan heb je weer een nieuwe verzameling die je luistert, weet je. Zo gaat het. Zo is het. Ik ben echt enorm aan het genieten, jongens, van alles de afgelopen dagen. Nog meer dan normaal. Er zijn zoveel mooie dingen. Wat er gebeurt en wat er nog gaat gebeuren en wat mooie dingen meemaken. Vandaag ook weer. Helemaal gauw. Nou, dit is wel boerenland, Mart. Ja, jongen. Zo, we zijn er. Laten we even kijken. Trekker. Kijk, ik moet even achter hem aanlopen. En dan hier ergens staat hij. Is die witte, ja zeker? Ja. Haha, welk jaar is die? Is dat bekend? 2020 denk ik. Ja. 2020, oh, dat is echt heel nieuw ook nog. Kijk jongens, het is deze trekker, 2020. En weet je wat zo mooi is? Stel je voor je dat iemand mee naar huis, ja, ik heb een Lambo schuur staan. Dan heb je gewoon een trekker staan, weet je wel. Fucking vet, het is zo heet dat ze laten me vast even warm lopen voor de airco. Maar kijk, het zit gewoon echt erop. Lamborghini, zoals ik dat heb. Voorop zit het logo. Kijk, van de stier. Maar ja, zien het erin terug. Ja, wel ergens. Het is wel een fucking dikke trekker hoor. Wat me net al verteld werd, is dat deze komen bijna niet voor in Nederland. Meestal zijn deze gewoon voor de Italiaanse markt zelf. Ze hebben er dus twee, dus ze hebben hier nog ergens een staan. En hier heb je ook een John Deere. Ik zag daar een New York. Ze hebben van alles en nog wat. In ieder geval, elke Lambo heeft de grote bibs, zoals bij deze ook zo. Qua kosten, ja, deze is natuurlijk, deze is eigenlijk het dubbele. Deze is 1,5 ton. Hebben ze gloednieuw gehaald, super vet. Weet jij nog, toen jij hier werkte, maar is dit contragewicht of zo? Vast een aanhanger erachter hebben, of wat is dit? Het staat op 600 kilo. Hier kan je ook andere dingen op doen. Maar volgens mij werkt dit als... Als contragewicht. Volgens mij wel, dat is zo lang geleden dat ik dit heb gedaan. Hoe lang is het geleden? Je hebt wel een paar jaar hier gewerkt, toch? Ja, maar ja, ik ben hier al 5 jaar niet geweest, dat zeiden ze al. Heb je hem ook 5 jaar niet gezien? Ja, nee, jawel. Oh. Maar niet hier. Beneden ben ik nog heel vaak gaan varen en zo. Maar ik heb Jordi echt al een paar jaar niet gezien. Oké, jongens, ik mag zitten.
kijken of hoe dat werkt. Zo, wat een deur, hè? Gaan we van de boot. En ik mag gewoon rijden. En Jordi, die gaat het me uitleggen. Oh, dit zit lekker, hè? Een Lamborghini trek. Wat goud. Zelfs op het stuur. Maar schep je wel eens op tegen mensen? Ik zeg, ja, ik heb een Lamborghini. Nou, nee, gewoon is het gewoon werkmateriaal. Ja, het is gewoon werkmateriaal voor jullie. Oké, hoe werkt dit? Kijk, stuur. Oh, stuur. Eigenlijk is het heel makkelijk. Dit is voor en achteruit. Ja. En als je nou staat hij in zijn vooruit. En als jij nou gas geeft. Gas, ja. Ja, gewoon. Nee, daarnaast. Oh, daar. Ja. Wat is dat dan? Dat is rem. Gas. Ja, dit is remkoppeling, maar die heb je niet nodig. Dat wel, zeg. Het is gewoon een automaat. Oh ja, dan gaat hij heel zachtjes. Wat lijkt dit? Heel voorzichtig. Zo. Hij stuurt wel scherp. Ja, dat is een Lambo. Wat vet dit. Waar moet ik heen rijden? Gewoon daarheen. Oh, dan ga je maar een beetje. Hier de Lamborghini trekker, wat goed. Meneer Lamborghini, die is naar meneer Ferrari toegegaan om krachten te bundelen. Toen heeft meneer Ferrari hem uitgelachen. Toen is hij gewoon zijn eigen merk begonnen. En toen is hij gewoon gaan evenaren met Ferrari. Zo'n vet verhaal. Maar eigenlijk was hij trekkerbouwer, die man. En die wilde gewoon een supercar bouwen. Het was zijn droom. Maar het vette is dat... Ja, in het begin reed je dingen ook als een trekker en het was echt verschrikkelijk natuurlijk. Het was helemaal niks, maar uiteindelijk is het uitgegroeid tot een supermerk natuurlijk, Lamborghini. Uiteindelijk overgenomen door de Volkswagen groep, Audi dan, valt onder Volkswagen. Maar zo rij je gewoon eens, wat is dit allemaal joh, waar moet je allemaal rekening mee houden? Dat is vooral voor de aansturing van wat erachter zit en de machines waar we mee werken, zeg maar. Dat kan je allemaal daarmee regelen en aansturen. Oké. Ik had niet verwacht dat hij zo direct stuurt, man. Hij stuurt echt super direct en de stuurbekrachtiging is waanzinnig goed. Ik heb nog nooit in een trekker gereden, voor het eerst. Maar hoe kwam je op het idee om een Lamborghini trekker te kopen? Want de meeste Nederland hebben gewoon zo'n New York of weet je, New York toch? Nieuw-Holland, ja. Of Nieuw-Holland, New York. Ja, en John Deere of... Nou, het was meer eigenlijk dat wij vroeger hadden we er een oude. Want vroeger zag je ze wel vaker in Nederland. En, ja. Ja, toen kocht ik mijn eerste eigen trekker. En toen dacht ik van, ja, dat is wel vet om... een beetje hetzelfde te hebben als vroeger, zeg maar. Ja. Dan moet ik even achteruit? Ja, als je nou zo doe je hem achteruit. Gewoon rijden. Komt de auto aan. Weer achteruit hoor. Ja. Oh, dan moet je weer anders insturen. Dan moet je hem loslaten. Ja. 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 Iets verder nog, dan kunnen we weer naar achterrijden. Hoeveel vermogen heeft zo'n trekker dan? Het is een diesel zeker, of niet? Ja, diesel. Dit is zo'n beetje 200 pk. 200 pk? Ja. Maar goed, dat is natuurlijk heel anders dan bij auto's. Want je hebt natuurlijk veel meer koppel en... als met een auto, zeg maar. Dus de verhoudingen van overbrengen zijn veel anders. Deze is natuurlijk veel minder snel, maar gelijk veel sterker, zeg maar. Ja, en dit is gewoon om aanhangers achter te doen of materieel voor bestrijding van gewassen of om vee te vervoeren. Is gewoon voor alles dit? Of heeft dit dan echt een bepaalde functie? Nou ja, wat die moet doen? Nee, kijk, hier staan allemaal machines van maaimachines tot oogstmachines tot kiepkarren om grond en zand te vervoeren in en op het land, zeg maar. Dus ja, we doen er eigenlijk alles mee. Ja. Dit is wel een wat grotere, zeg maar, dus wat meer vermogen en voor de grotere werken. Dit is voor het grotere werk, okay? Want de normale trekker heeft dan minder vermogen, die is minder sterk. Nou ja, hier staan er van 120 pk en dus dat is allemaal een beetje wisselen. Oké, mooi. Ja, dat is toch wel, Lamborghini schiet dan wel weer uit qua vermogen, hè? Dat is wel weer mooi. Mart zit helemaal te lachen. Even kijken, ik hoef niet te remmen, hij remt al vanzelf. Nee, als je nou niks doet, dan... En als jij van de stoel afgaat, dan gaat hij weer op de hand remmen, dus dan... Echt? Ja. Het is wel lekker een stoel, man. Hij veert helemaal zo. Ja, maar die jongens zitten natuurlijk vaak wel eens lange dagen erin, dus dan heb je wel... Is dat wel lekker, ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld hier... Wat is dit? Ik ga niks aanraken, hoor, maar wat doet dit? Dit is weer voor de snelheid, om je snelheid omhoog en omlaag te zetten, zeg maar. Dus nu net rijd je hem op max, ja, dan kan je daar zien. Maar als je hem op max... nu staat hij op 50, zeg maar. Ja. Dus dat is de maximum snelheid. Als je hem terugzet, dan gaat hij... dus dan heb je... Oh ja, daarbovenin zie je dat hij terug gaat naar 11, 9 zelfs. Ja, dat kan je zelf instellen, maar dan is je complete slag van je gaspedaal is nu 10 km per uur. Dus als je hem helemaal intrapt, rij je max 10, zeg maar. Okay. Maar dat is met sommige werkzaamheden is dat weer makkelijk, zeg maar. Want dan kan je hem wel gewoon helemaal intrappen, dan zit je niet steeds te spelen. En dan zet je hem op 9 en ja, daar kan je liters die liters oliedruk die hij naar de machine geeft, kan je instellen en... zoals hier heb je. Wat modern eigenlijk, hè, zo'n systeem. Maar is dit algemeen dat moderne trekkers zoveel technologie hebben? Of is dat wel echt als je een wat duurdere trekker hebt? Dit is wel
Nou, dit is wel vrij luxe. Je hebt het ook minder luxe, zeg maar. Ja. Maar dit is wel. Tenminste, hier kan je het meeste wel op instellen, zeg maar. En... Maar je hebt ook trekkers, daar zit het gewoon allemaal nog mechanisch. En hier stuur je dan bij wijze van alle werkzaamheden. Hier klap je maaimachine bij wijze van mee op. Of hier laat je je voormaaien mee zakken. En dat kan je dan allemaal ook instellen en wisselen zoals dat je het zelf hebben wil, zeg maar. Want dat 600 kilo blok als contragewicht, was je een zware. Ja. Okay. We kunnen zo bij die wel even kijken, maar daar hangt er nu een oprapwagen achter. En, daar staat die tweede. Ja, dus dat is dan vet, de machine zo. Wat is de topsnelheid van zo'n ding? Wat is het hardste wat die kan? 50 dus? Dit is nu 50, maar officieel mogen we nu nog 40, zeg maar. Okay, dus als jij gewoon hier over de landweggetjes rijdt, dan is je maximum snelheid? Ja, 50. Nu. 50, ja. Okay, ja. Wat is de maximale snelheid wat je mag rijden gewoon op een normale weg? Want soms moet je 80 weg op natuurlijk, als je een stuk lang moet of zo. Ja, maar dat, op 80 wegen mag je niet. Alleen als er een uitzondering is, maar meestal moet je dan over de parallelwegen. Ja, 40 is eigenlijk de max. Zeg maar. 40, oké. Okay. Ja. Dus 40 is een beetje de snelheid waar je met een trekker aan moet denken dat wat je moet rijden. En is dit je favoriete trekker die je hebt van allemaal? Ja, ik vind het wel. Dat moet wel, toch? Ik heb wel wat van vroeger uit natuurlijk ook. Ja, maar heb je hem ook... gezien in de fabriek toen ze hem gingen bouwen? Nou, zelf niet. Ik ben er geweest toen we ze al hadden, zeg maar. Maar daar kwamen ze wel van de band ook, zeg maar. Ja, leuk hoor. Maar is dat bij de fabriek waar ze die ook bouwen dan? Nee. Want deze komen eigenlijk gewoon uit de Duitse fabriek. We gaan nu wel, want we hadden nu nog een uitnodiging gehad voor oktober. En dan gaan we naar Italië. En daar schijnen er nog meer gebouwd te worden. Oké. Duitsland werd deze gebouwd? Ja, Duitsland. Deze komt gewoon uit de Duitse fabriek. Lachen, man. Eigenlijk SDF-groep, Chamee, Deutsche Fahr en Lamborghini, zeg maar. Dat wordt allemaal daar in de fabriek gebouwd. Allemaal trekkermerken? Ja, verschillende merken, maar die allemaal uit die fabriek komen. Zeg maar. Ik vind dit vet. Dankjewel dat ik er even mag zitten, rondje mag rijden. Ja. En dit is nummer 2. Die ziet er ook nog wel redelijk nieuw uit, toch? Ik denk van 16 of zo. Van 16. Ga voor Lamborghini. Kijk, ook weer met het logo op. Fantastisch. En wat voor bak hangt hier achter dan? Wat is hier de werkzaamheden van? Hier laden we in het land het gras mee op, zeg maar. Voor de boer, die maait het. En dan rijden we het hier mee naar huis, zodat hij het voor de winter in kan kuilen. Oké. Maar hier, hier zie je dan alle aansturing, zeg maar. Ja, en dat doe je allemaal met dat paneeltje aan je rechterhand wat je net uitlegde. Ja. Maar heb je daar een opleiding voor of krijg je dat uitgelegd door Lamborghini of gaat dat van vader op zoon? Ja, dat weet je allemaal wel. Hè? Ja, dat als er een nieuwe jongen komt, dan wordt het uitgelegd. En bij zo'n machine krijg je natuurlijk weer een uitleg van de verkoper, zeg maar. Dan, die de machine weer. Het is gewoon ook veel ervaring, denk ik. Gewoon aankloten en dan komt het wel goed. Ja, precies. Maar zo'n band, hè? Hoe lang doe je met een band van een trekker? Dat vind ik nou echt interessant. Ja, meestal. Hier zit net nieuw onder. Dat was ongeveer 7000 uur, zeg maar. 7000 uur? Oké. Okay. 7000 werkuur. Hoe vervang je zoiets? Dat gaat niet even makkelijk met een krik. Met de hand. Ik krik hem op, maar bij de bandenboer gewoon. Die leggen er gewoon nieuw om. Speciale bandenboer, denk ik. Ja. Wat kost zo'n setje ook alweer? Dat is ook wel geld, hè? Setje band. Dit is dan een vrij goedkoop setje, maar als je wat daaronder zit, denk ik dat je zo'n beetje 16.000 euro kwijt bent. Ja, voor 4 banden? Rondom, ja. Jemig. En zijn het ook nog aparte banden of ook, kunnen die ook onder andere trekkers? Nee, of is het echt Lamborghini? Nee, dat kan gewoon overal onder. Maar het type band is weer van, rij je er veel mee op de weg, rij je veel in het land. Wij hebben ook weer... trekkers op nog bredere banden voor als ze in het voorjaar rijden met bemesten. Want dan is het natuurlijk nog allemaal heel nat en vochtig in het land. Dus dan heb je weer bredere banden, zeg maar. Dus die zijn automatisch ook weer duurder. Ja. Bizar, joh, dat zoveel kost, man. Ja. En hier kan je dus ook bedienen vanaf buiten, of niet? Ja. Dus als je hier staat, dat je ook dit kan loskoppelen of aan kan koppelen ofzo? Ja, als je de machine in de hefrichting doet, dan kan je hem hier laten zakken omhoog, achter kan zo aan. Fucking interessant, man. En valt het mensen ook op als je bijvoorbeeld rondrijdt of zo, dat ze zien dat de Lamborghini op staat? Ja, in het begin, je kreeg er wel eens reacties op. Ja, het is toch fucking vet. Wil jij nu ook een rondje mee, of niet? Ja, Jordi, jij mag vast al een rondje mee. Ja, ik mag een rondje, jij mag ook een rondje mee. Ja, dan gaan we even doen dan. Het is heel wat anders. Dit is even heel wat anders, ja. Zo, even die airco aan. Je hebt wel mooie landweggetjes, man. Dus kunnen we even een paar keer optrekken. Ja. Normaal heb ik zo'n zuignappie. Ja. Die ben ik in alle haast vergeten gisteren. Want die wist ook wel zo om. Je hebt zo'n klem, heb je zo'n zuignap. Ja. En helaas, die ligt nog op mijn keukenplan. Ik doe gewoon even gewoon handwerk. Noem maar dan maar, hè. Zonder de GoPro. Kijk, dus je hebt 3 standen. Strada. Sport. En de grofste, Corsa. Ik kan die gewoon een beetje optrekken, is hier rustig genoeg. Geen buren die gaan klagen. Ja, dan moet ik even daar doen. Zo daarheen? Ja, die kan ook, ja. Hij maakt natuurlijk echt een kabaal.
vind ik wel, want woon je ook daar zo? Ja. Het is wel, het is wel echt fantastisch, man, hoe jullie hier wonen. Je hebt hier gewoon helemaal niks. Ik hou daarvan. Hier komt ie. Jongens, ik heb dit echt super onhandig vastgemaakt, maar wie weet blijft het zitten. En ik vroeg dus, wat is het gemiddeld grote boerderij? Hoeveel koeien heeft die? 100 koeien. Er zijn hier ook boeren met 150 koeien bijvoorbeeld, dat is dan weer een hele grote boerderij. En helaas door de situatie natuurlijk heb je eigenlijk dat de kleine boeren dan een beetje stoppen en de grote blijven doorgaan, die worden steeds groter. Maar het is mooi, het is wel onze cultuur, het is hardwerkend volk en ik vind het altijd leuk om op boerderij te zijn. Oké, dat gaat niet werken. Volgende klant. Dus jij bent een van de gasten die de Lamborghini altijd bestuurt? Nou ja, eigenlijk in uiterste noodgeval eigenlijk. Ik ben meer van het transport en de werkplaats. Oké. Dat valt onder mij. Ja, het repareren doen we met de jongens met elkaar. En wat ik zeg, transport, daar ligt mijn rotstand in. Jerry? Dikke Jordi. Het is ook een mooi weggetje dit hoor. Ja hoor. Wat een geweld, man. Mooi, hè? Het is altijd leuk om mensen mee te nemen, man. Want dus iedereen zit altijd te lachen in dat ding. Of doodangsten, dat heb je ook al eens. Ja, wel gezond maat. Er zijn veel fietsers, dat is even tricky, maar... Ja, maar dan doe maar even rustig aan. Heb je een Favo ook als supercars of niet? Nou, niet bijzonder eigenlijk, maar ik denk wel dat ik geen heb nou. Ja. Ik vond het ook leuk dat ik langs zou komen. En, ja, maar ik kwam daarmee en ik had het even in de groep gegooid. En mooi, luisteren, wat vind je daarvan? Ja, wat mogen we daar nou mee? Ik zeg, is toch gaaf? Ja, dan mogen we dat toch misschien maar doen. Ja, denk ik ook wel. Ja, gewoon even snel langskomen, jullie gaan ook lekker varen zo? Ja, ik ga zo ook varen, ja. Het is perfect weer, man. Het is nu 29 graden, 31. Ja. Het is toch even leuk. Ik wil een keer graag rijden in een Lambo trekken, ik wil het even een keer zien, dus dankjewel daarvoor. Ja, leuk. En jij werkt dan voor Jordi? Ja. En lekker fris hier mee af te sluiten. En dit is dan de werkplaats waar jullie alles in sleutelen? Ja. Gaaf, man. Jullie doen alles zelf. Gaan jullie nooit bijvoorbeeld naar de Scania dealer of zo? Ja, bij uiterste noodzaak. Bij uiterste noodzaak. Maar jullie zijn gewoon behendig genoeg. Ja. Je bent toch ook vrachtwagenmonteur geweest? Ja, ik hoor. Ja. Maar heb je er ook een opleiding voor gedaan? Ja. Duurt dat 4 jaar? Ja, en hier maken we alles zelf. Ja. Van kraan tot shovel, tot tractor, tot vrachtwagen, alles. Alles wordt hier gesjoemeld. Dat ruikt ook echt lekker, man. Je ruikt altijd olie en zo. Allemaal onderdelen. Zijn dit allemaal reserveonderdelen? In verschillende trekdekken voor de verschillende kaart die erachter kan. De onderliggen die grote, dat zijn weer wat kleiner. Hè? Ja. Het verschilt allemaal ook vertrekken en wat je eraan hangt. Ja, want de ene kan niet zoveel gewicht aan, moet er een groter op zeker of zo, zoiets. De andere zit lager, dat verschilt ook allemaal. Is leuk. Ja, jij zei net van binnenkort, binnen nu 3 weken, mais. En dan kan je echt die dingen in actie zien, dat is vet. Ga je echt oogsten en zo. Ik zou het super vet vinden om een keer soort als boerendag mee te lopen. Ga je gewoon een keer mee, ja. Op de aakslaan. Dat is fucking vet, jongen. En dan gaat al dat mais gaat dan in die bakken gespoten worden en zo. Fucking vet, jongen. Ja, dat vind ik leuk. Ik zie het al sinds kind gebeuren bij mij natuurlijk. Gewoon in de wei. Maar echt meegaan heb ik nog nooit gedaan. Ja, poepscheppen mocht ik op de boerderij als kind, weet je. Dat mocht. Ja. Nou, we zijn weer lekker thuis. We gaan de auto weer parkeren. En dan gaan we even lekker zwemmen. Want het is echt... heel warm. De auto gaf net aan 33,5 graden. Dus daar gaan we even lekker gebruik van maken natuurlijk. Tijd om een tossie te bouwen. Oh, de airco stond hier gelukkig aan. Het is 33 graden nu. Ik heb mijn shirt maar uitgedaan. Dat is maar beter ook. Boah. Martin en ik willen eigenlijk even zwemmen zo. We hebben net Jorgen ook opgebeld. Die zijn te erg naar de kloten van gisteren. Dus die willen niet zwemmen. Die willen niksen. Misschien hopelijk join us nog als we snappies van ons zien of wat ik vind. Martin en ik gaan even kijken of we lekker zo kunnen zwemmen. Dat moeten we wel even doen met dit weertje, jongen. Het eerste wat ik eet. Vandaag dan. Niet in mijn leven. Dat is even leuk net op de boerderij.
En dat was even snel. Maar als ik serieus nog langs mag komen om echt te leren. Ik heb net gezegd, dan wil ik het ook echt leren. En weten hoe het moet. En dan ga ik echt als een dag als een boer. Gewoon door een boer als het leven. Dan wil ik ook wel overal aantrekken. Smerig worden. Ik vind het helemaal goud. Maar dan moet jij wel mee, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat kunnen we sowieso doen. Want die gasten zijn, als ze dat niet hadden gewild, hadden ze het niet voorgesteld. Dus dit vinden ze oprecht leuk. Oké, okay, dan is het goed. Ja, dat gaan we 100% doen. Ah! Zo. Ja, joh. Oh, daar had ik je weer, hoor. Ja, die heb je. Het is steeds, ik weet steeds beter op welke momenten ik het gewoon moet doen. Ja, op die hele snelle in de weer lopen. Ja, ja. Maar nu ik dit heb gezegd, ga je daar weer... rekening mee houden. Dus ga ik mijn tactiek weer aanpassen. Ja, jij bent de enige die zijn tactiek deed aanpassen. Dus ik moet daar even aan wennen gewoon. Ik moet er echt even op scherp op gaan worden. Ja, maar ik word gewoon beter hierin. Op een gegeven moment ben ik getraumatiseerd en dan moet ik wel... Ik ben getraumatiseerd door vannacht nog steeds. Ik moet er nog steeds aan denken. Ja? Ja. Dat is zo raar. Ja, anders begin ik het er niet weer over als ik er niet aan moet denken. Het is gewoon alsof je zulke paniek had. Ja, ik kan natuurlijk nooit meer sporten, maar dat betekent niet dat Mart dat wel kan. Hey, allemaal potten van Mart. Dat betekent niet dat Mart dat wel kan. Dat betekent dat Mart dat betekent niet dat jij niet kan sporten. Het betekent dat jij dus wel nog kan sporten. Ja, dan zei je het niet goed. Dat zou best kunnen. Fuck, alsnog schrik ik gewoon. Oh, ik word steeds beter hierin. En ja, dat denk jij. Ik weet wanneer je het doet, maar ik schrik alsnog. Zwembroek 1, zwembroek 2, die again zwemmen. Mart is aan het overleggen met varen. Ik zie al daarboven op de dijk. Ja, okker is gewoon helemaal naar de ratten, maar ja, wij kunnen wel gaan toch? Maat, het is super druk, dit wordt hem niet. Rete druk. Willen wij mee barbecuen? Waar? Waar gaan jullie barbecuen? Moet je alleen even vragen of het goed is of ik daar film? Is denk het je? Goed als hij daar filmt? Ja, ik denk dat het kan. Ja, hij is even nadenken volgens mij. Nou ja, ik zit te denken, dat moet hij echt even vragen. Want ik ga niet zomaar bij iemand thuis filmen, niet iedereen hoeft zijn internet op huis te hebben. Huis met internet te hebben. Ook is het weer bier te drinken in de tuin, zei hij. Die kent geen stop, hè? Ja, we probeerden even te varen, maar dat willen Jorgen ook niet. Dat zwemplekje daar is afgeladen. Ja? En toen we ook langs reden, kwamen allemaal nog scooters aan. Ja, dat is kut, man. Dan kan je gewoon niet lekker zwemmen. Want ik snap natuurlijk met 33 graden. Dus ik heb er nog een hier in de buurt. Even kijken of die rustig is. Die is ook wel afgeladen. Daar staat die duikplank daar. Ja. Mooi stukje Nederland dit. We gaan nu ook zien of het rustig is. Ik denk het niet. Er ligt gewoon een fuik. Er is gewoon een fuik bezig. Zo! Kijk hoe druk het is. Oh mijn god. Niet normaal. Ja, ik wil wel echt even zwemmen. Ja, ik ga dat echt niet doen, man. Holy fuck. Het is echt, het zit helemaal vol. Ik ga even vast die... Kut. Als jij wil, kan je gewoon even zwemmen, hoor. Nee, dan wacht ik even. Ik ga niet mee eentje. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ga ik niet doen. Zonde, ouwe. Ja, je weet hoe dat gaat, maat. Sorry. Jij kan er niks aan doen. Maar wel leuk feitje. Kijk, Mart, als we snappy maken. Ja! En je swiped. Kijk die tiet. Ja, ik zei Mart, tegen Mart laatst goede wat zei ik ook alweer? Ik zei tegen jou goede borst, man. Zeg, oh, sorry, ik bedoel tieten. Je hebt echt gewoon tieten, jij. Kijk, dit is wel een leuk feitje. Jongens, let op. Dit is mijn dorpje natuurlijk. Kijk, let op. Als je gaat swipen zo. Op een gegeven moment. We hebben toch een tik uitzetten, dat is toch niemand. Staan ze er nog? Bestaan ze nog? Hé! Hey! Je staat niet in het dorp, denk ik. We staan er net buiten, ja. Ik denk dat we nu de randje dorp staan. Yo! En dan gaan we swipen. Staan ze er nog? Staan ze er nog? Staan ze er nog? Ze zijn er niet meer, man. Moet je echt in het dorp gaan, denk ik. Nou, in ieder geval, jongens. Normaal als je zo swipe, dan kan je natuurlijk de locatie zien. En die filters, die had ik gemaakt voor het dorp. Ook voor een zwemplekje waar we net waren. Ik heb 3 filters gemaakt. En die waren toen goedgekeurd. Die kan je zelf indienen op Snap. En dan kan je je eigen geofilter inleveren. Fuck vet, jongen. Zelfde al jaren hebben we die. Maar blijkbaar moet je daarvoor echt in het dorp gaan. Anders dan lukt het niet. Je moet dan precies... In het gebied waar je me hebt ingevoerd, daar moet je ook dan precies die foto maken. Het is plaatsgebonden natuurlijk, geofilter. Maar maat, als jij wil gaan zwemmen, gewoon met je eigen maat of zo, moet je het gewoon lekker gaan doen, hè? Ja, joh. Laatste poging. Laatste poging. Hé, hey, Mart, dit is wel top, denk. Hier kunnen we wel even zwemmen. Weet ik niet. Zo, het is helemaal groen van de alg. Oh, hier ga ik zeker niet in zwemmen. Oh mijn god. Mart. Ja, hier heb je een zwemplekje. Kijk, hier zie je al die kids daar? Met sporen niet. Dat die aan het zwemmen zijn. Als je hier inspringt ben je doodziek. Als het blauwe alg is wel. Dit is blauwe alg. Dit is blauwe alg. Waarom is het dan groen? Ja, maar het lijkt of er kleurstof is ingegooid. Ik heb het nog nooit zo erg gezien. Als je hierin gaat zwemmen dan ben je echt... Dan... Kans 1 op 10? Nee. Oh, dat was alleen Pier Schaar. Huh? Geen één kans dat ik hier inspring. Zijn daar allemaal mensen gewoon aan het zwemmen?
Moet je niet even kijken daar? Nee? Kijk kan, maar ik ga er echt niet in. Ik heb het ook nog nooit zo erg gezien hoor. Dit is het ergste wat ik ver uit ooit gezien heb. Het is gewoon helemaal... Het lijkt of er een pot verf gewoon hier gegooid is. Dat komt door die hitte, man. Nou, ga maar terug, hè. Kunnen we wel bij mij in de sloot zwemmen? Het is jammer dat mijn zwembad onder die af is, hè? Dat, Hij had toch van de week af moeten zijn, maar ja. Hij had een jaar geleden al af moeten zijn. Ik hoop dat die mensen niet ziek worden. Die gaan... Want ze klonken als buitenlanders. Geheid ziek worden. Ik denk dat het toeristen zijn of zo. Die hebben geen idee wat blauwalg is. Maar ik weet ook niet hoe blauwalg zit, hoor. Je ziet dat er zo uit. Ja. Ik ga het opzoeken. Maar hoezo heet het dan blauwalg? Ja, dat heb ik ook niet verzonnen. Kan je ook een foto laten zien dan? Ja. Van hoe het eruit ziet. Als die aan het bladen is. Hier, blauwalg. Dat is wat we net zagen. Ik word echt heel ziek van, man. Je wordt doodziek. Ik heb er één keer in gezwommen. Ja, ga je doodziek voor. En ik had jeuk. Maar kan jij zo opzoeken waarom het blauwalg heet? Waarom heet blauwalg blauwalg? Wil je eerst die auto aandoen? Doe maar alsjeblieft die auto aandoen. Ja hoor, Mart, geen probleem. Bij het ontstaan van blauwalg vormen zich drijflagen die zich makkelijk ophopen aan de oevers, op stranden of in jachthavens. De kleur kan variëren van heldergroen, groenblauw tot helderblauw. Dit verklaart de naam. Als de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen, toxines in het water terecht. Dus het kan wel echt blauw worden? Het kan blauw worden. Er stond ook toen ik afbeeldingen deed, stond er ook alleen maar groen. In ieder geval, ik denk dat het verstandige keuze is dat we hier nu niet induiken. Nou, gaan we weer terug naar huis, jongens. Dan gaan we lekker het zonnetje zitten in de tuin even of zo. Nou, ik wil best een sloot in mijn maal achter, hoor. Van dak afspringen of zo, ik vind het helemaal best. Maar het leggen we bij jou neer, kijk maar even. Ja. En we zijn weer thuis. Jongens, ik zat te denken natuurlijk, aangezien ik nooit meer kan gymmen. Het is misschien handig om dan die leg press... Ja, benen zou ik nog wel natuurlijk mogen trainen. Alleen dat zou zo'n rare verhouding worden. Maar wat nou? Cardio mag. Dus wat nou als ik een loopband koop, ook met een optie erop, of zo'n speciaal loopband dat je ook kan sprinten en zo. Sprinten mag volgens mij wel gewoon, maar hardlopen mag sowieso. Ik wil wel gewoon lekker blijven bewegen. En dan laat ik gewoon een gedeelte staan voor de boys. En dat is nog samen trainen, maar doe ik gewoon altijd cardio. Ik wil wel gewoon lekker fit blijven natuurlijk. Dus dat is misschien wel een leuk alternatief op het hele probleem. Hé? Ja, dus allemaal oplossingen voor. Maar joh, Martin en ik denken gewoon, joh, we gaan gewoon in dit bad zitten. Lekker in dat laagje water, want het is zo heet. Ja? Ik wil wat zeggen. Man. Oh, wat wil je zeggen, maat? Hoor je gewoon? Je hoorde hem ook niet. Nee, zei, sorry, man. Kijk, als je dit ding. Kijk, Martin, ik ga even lekker doen. Oh, ik zat. Ja, sorry. Ja, als je deze natuurlijk weghaalt, dan kan je wel nog squatten en zo met je benen. Of, ja, af en toe kan ik wel squatten. Ja. Ik kan natuurlijk nog geen walking lunches en zo doen. Dit ding is tyfus groot. Ja, het neemt heel veel ruimte. Dus, maar je kan, kijk, we hebben hier gewoon dat squatrek natuurlijk, daar liggen die dingen. Ik zou persoonlijk gewoon deze weghalen en hier zo'n renband. Ja, dat zou wel echt top zijn. Partyboot. Het zou wel een heel goed idee zijn in ieder geval. Dus dan kan de squat altijd nog daar. En ja, hier een treadmill dan misschien. We gaan maar lekker even pootje baden aan de steiger. Mort gaat even de kano in. Maar hij durft niet. Hij is bang voor spinnen. Mart, ben je bang voor spinnen, Mart? Ja, dat is geen geheim. Ik ben bang voor spinnen. Doodsbang. Makkie, lekker hoor. Oh, lekker. Maar hier drijft ook wel allig, maar dat is hopelijk normaal allig. Je krijgt vanzelf jeuk in de voeten. Lekker hoor. Weet je wat misschien leuk is om zo'n sub te kopen? Twee van die subs. Dat is wel leuk. Die je door de wijk gewoon kan suppen. Of door het centrum heen of zo. Dat is eigenlijk super dik. Misschien verkoopt de plaatselijke sportwinkel die wel hier. Het zit lekker om de hoek een sportwinkel. Let's go. En anders online bestellen. Hij is nu niet open, zondag. Ah, ja. En het is al einde van de middag. Moet je een zet geven? Nee, ik wil gewoon één ding dat ze er weer uit. Hoezo? Omdat ik... Omdat? Omdat er spinnen in zitten. Ja, dat weet je. Ah. Oh. Waar vind je het? Ja. Daarom spoot je me net nat. Zo. We hebben splaak geblekt. Je gaat serieus snel, man. Ja, je gaat echt snel. Oh, je doet gewoon even een 180. Ja, even door. Even deze kant op. Let's go, man. Heerlijkste zomersdag, Giel. Ja. Toch! Met mijn haar netjes. Zo gaat het. Dus ben jij toch een. Jij bent nee. Echt verwijfd. Nee, er zit. Op! Het kan er maar één zijn, natuurlijk. Okke! What's up, bro? What's up, bro? Speciaal hierheen gekomen, puur voor de airco. Kon je thuis niet slapen, jongen? Oh, het gist uit mijn lichaam.
Ja, was het zo erg. Dat was gewoon 45 graden in de kamer. Zo, hij is zo fucked up dat hij... Hij heeft me goed geweten, ondanks dat hij... Ik lag om 8 uur in de rest. Het is nu 10:30. Ja, dat is niet te doen, joh. Ja, maar het komt lekker hier. Het is hier lekker 18 graden in huis. Boven zal het misschien wat warmer zijn, maar binnen een paar minuten is die kamer gewoon cool natuurlijk. Jouw kamer is op het zuiden, toch? Ja, jouw kamer is op het zuiden. Ja, maar mijn kamer ook. Oh, dat is, oh, wat was dat altijd erg. Oh, ja, als ik... Jij slaapt op zolder trouwens. Maar jij hebt een airco. Ja. Ja, die hadden wij nooit, hè ook? Nu wel gelukkig. Let's go, brother! Ja, dat is dat. Ergens niet tegen kan, is de warme slaapkamer. Nou, in de winter vind ik dat wel fijn, moet ik zeggen. Nee, in de winter... Altijd. Ook zelfs in de winter heb ik me aan open. Ja, want ik trok het niet meer. Ik ben helemaal gek in mezelf. Die waaier recht op mijn gezicht. En... Ja, die werkt niet, dat is gewoon een föhn. Ja. Ook lichaam met een föhn in zijn nest. Ja, warme lucht wat ik op mijn pak steek. De warme lucht. Nee, dat doe jij al de hele dag. Oh. Hij loopt de hele dag mij te verrassen al. Hey, morgen moeten we even die radijzen plukken, man. Die zijn ready. Ja? Ja, die bladeren zijn meer dan 50 centimeter. En als je de aarde een beetje weghaalt, sommige komen er helemaal bovenuit. Dus de eerste oogst hebben we morgen. Radijsjes. Let's go. Nee, je hebt geen energie voor. Nee. Ja! Oké. Ja, 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 ja. Kom op, Patrick. SpongeBob. Nee, ik heb geen energie meer. Oh, wat is die nou de klote te zeggen? Geen energie. Ik zat zo op het puntje van mijn bed, zat ik zo. En ik denk, ga ik naar de veen of niet? Het is 10:15. En ik denk, fuck it, dat heb ik te verliezen. Ik doe het gewoon. Ja, anders slaap je kut, ondanks dat je moe bent. Ja. Helemaal fucked up. We hebben wel geluk dat we morgen kunnen uitslapen. Dat is lekker. Echt gewoon uitslapen. Ver. Het is vroeg, dus dat is wel chill. Ja, het is ook nog vroeg. Half 11. We hoeven pas eind van de middag in Duinrel te zijn. Dus we kunnen in de ochtend nog lekker chillen, ik kan nog even editen. Ja, hoe was het met die Lambo's? Was wel even leuk, man. Ja. Lambo-trekkers. Ja, dat was vet. Ja, dat was vet, gast. Dat was echt leuk. Leuke mensen ook. Oké, dames en heren, dat is dan. We gaan 2 dagen naar Duinrel. We gaan jullie meenemen op het avontuur. Wees er morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. Zo, gaat het, opa?